Welkom bij het tweede filmpje van celstofwisseling. We gaan het hebben over een bepaald nucleïnezuur, namelijk DNA, DNA-replicatie. Je weet dat DNA moet verdubbeld worden voordat het in mitose en meiose in verschillende cellen terecht kan komen en daar gaan we naar kijken. DNA, hier zie je de twee strengen van DNA. Je weet dat DNA als een soort helix opgedraaid is. En dat DNA dat ziet eruit als een soort ladder. De sporten van de ladder die worden gemaakt door vier letters. C, G, A en T. Cytosine koppelt altijd met guanine, adenine met thymine. En dit zijn ook de enige vier mogelijkheden op dat DNA. En je ziet hier een 3-accent en een 5-accent. 3-accent, 5-accent, 5-accent en 3-accent. Dus die twee strengen van DNA die zitten antiparallel, zoals we dat noemen. Dat betekent net verkeerd om. Wat betekent die 3-accent en 5-accent? Nou, als je even meekijkt naar die 5-accent, dan zie je dat die 5-accent dat staat voor het vijfde koolstofatoom. Dat is het laatste koolstofatoom wat hier vrij ligt in de vorm van die fosfaatgroep. Die zit aan het vijfde koolstofatoom gebonden. En als we, dit is dat ribose, als we dat gaan nummeren, dan beginnen we met de 1 die hier aan dat guanine vastzit. 2, 3, 4, 5 en daar zit die fosfaatgroep aan. En dus dit vijfde koolstofatoom, dat is het laatste vrije koolstofatoom. En hier staat het derde. Dus deze ribose groep die zit omgedraaid hier. En zoals ze hier allemaal met de ootjes naar boven zitten, zitten ze hier allemaal met de ootjes naar beneden. En dat is goed om te onthouden. Als we dan dat DNA gaan verdubbelen, dan moeten we het uit elkaar ritsen. Een heel groot enzym, een eiwit natuurlijk. Helicase, dat ritst dat DNA open. Echt, stel het je voor als een soort van ritssluiting met die rits die dus die twee delen van die ladder uit elkaar ritsen. Direct daaraan, achteraan, komen die twee blauwe vorm en dat is DNA polymerase. En DNA polymerase, dat is een enzym wat meer DNA kan maken. Dat polymeriseert, dus dat maakt een lange ketting en dat wordt dan DNA. Nou, wat je ziet is dat dat DNA polymerase, dat kan alleen maar lezen van 3-accent naar 5-accent. Dus het leest in één richting, zoals jij ook de Nederlandse taal kan lezen, in maar één richting. Je kan dus, je leest dit woord lees je van die naar die kant en niet andersom. En zo is dat met dat DNA polymerase ook, dat leest van 3-accent naar 5-accent. En dat maakt natuurlijk die andere streng antiparallel er tegenaan. Dus als dit 3-accent en 5-accent is, pak ik even een stift. Hij leest dus van 3 naar 5 en hij maakt van 5-accent naar 3-accent. Het zit antiparallel, zitten tegen elkaar. En wat je ziet is dat dit DNA-polymerase, dat rent zeg maar achter dat helicase aan. En het kan de hele tijd, zo snel als dat helicase die twee delen van de DNA uit elkaar ritst, kan de DNA-polymerase er achteraan nieuw DNA te maken. En dit moet natuurlijk los in de cel aanwezig zijn. Complex. Ja, kan je in je BINAS 70A nog wat mooiere plaatjes van zien. Hoe die verschillende stikstofbazen hier nou in terecht komen. Aan de andere kant zie je ook een DNA-polymerase. Dat mag ook alleen maar van 3-accent naar 5-accent lezen. Maar dit, hier is 3-accent en daar is 5-accent. Dus dit DNA-polymerase loopt niet in de richting van die helicase. Niet deze kant op, maar die loopt juist de andere kant op. Totdat hij het vorige deel tegenkomt wat hij eerder al gemaakt heeft. En dan moet hij weer van voren aan beginnen. Want dit schuift natuurlijk verder op. Dus dit komt weer langzaam uit elkaar te liggen. En dan kan de polymerase weer het volgende stukje maken. Dus we krijgen een leading strand van één kant die continu dat nieuwe DNA kan maken. En we krijgen een lagging strand, een volgende streng, wat bestaat uit klein delen, nieuw DNA, wat tegen de oude DNA afgezet is. Dan hebben we daar nog een soort van pritstift voor nodig, ook weer een enzym, een eiwit dus, dat heet ligase. En dat ligase dat zorgt dat die fragmenten, die stukken die hier gemaakt worden op de lagging strand, dat die stukken weer aan elkaar komen. Die stukken, dat heet Okazaki-fragmenten. En ook dat staat in je BINAS tabel 70, A, B of C. Dat helicase, gaat echt met een onmenselijke snelheid. En je kan daar op YouTube hele mooie animaties over vinden. Ja, maar eigenlijk het enige wat hij doet, is die verbreekt die waterstofbrug tussen deze twee
stikstofbase. Nu is het niet zo dat dat helicase aan het eind van het DNA begint. Nee, het begint ergens middenin. Dus we krijgen, zoals je dat noemt, een replication bubble. Dus we hebben, hè, wij kijken nou eigenlijk naar één kant. Kijken we die zo, met zo hier dat intacte DNA. En dan moet dat helicase hier ergens zitten. Maar het begint ergens in het midden, dus we krijgen een bubbel. En dan kan je zelf wel bepalen dat je dus die leading en die lagging strand, dat die door elkaar gaan lopen als je naar zo'n bubbel kijkt. Erg complex, kijk met mij mee terwijl je naar dit filmpje kijkt. Of een aantal andere filmpjes, want er is heel veel hierover te vinden op YouTube en allerlei andere animaties. Pak je BINAS erbij, want die mag je altijd tijdens schoolexamens en examens gebruiken. En erg belangrijk, DNA-replicatie. We gaan in het volgende filmpje gaan verder met eiwitsynthese. Succes!